Het voelt goed, spannend en goed. Spannend en goed tegelijk. En eng, een beetje eng. Maar ook leuk. Van alles. Ja, straks nog even soundchecken en dan zijn we er allemaal klaar voor. Helemaal zo naartoe gewerkt en dan is het vandaag ineens aan de hand. Ja. Ik hoop dat het avontuurlijker is dan mijn vorige album. Daar ben ik wel naar op zoek gegaan en ik heb vrijer proberen te zijn. Beach Cabin heb ik geschreven denkende aan mijn jeugd in Zeeland. We hadden een klein strandhuisje en we gingen echt elke dag naar het strand als het kon. Welkom bij mijn album release en jeetje wat is het druk! Two Moons heb ik geïnspireerd op een boek van Haruki Murakami. Ik heb heel veel van zijn werk gelezen en ik vind het zo mooi dat hij naar mijn idee helemaal vrij is in wat hij schrijft. En het boek 1Q84, daar heb ik de titel Two Moons uit gehaald. Ik ben blij met wat we gemaakt hebben en hoe het ging in de studio. Ik weet wat ik aan ze heb. Met Koen en Niek speel ik al langer. Ze laten mijn stukken zo klinken zoals ik ze zou willen eigenlijk, maar niet zelf kan bedenken. Dus ze voegen toe dat ze zelf de stukken interpreteren en dan ben ik daar ook nog altijd blij mee.